Als je aapjes wil kijken, ben je bij Naturalis aan het goede adres. Alleen sta je vanaf 12 oktober niet achter een hek, maar voor de spiegel. Tijdens de tentoonstelling Zo Apen, Zo Mensen kan je erachter komen welke overeenkomsten wij primaten met elkaar hebben. De gedachte was vooral, kijk in die spiegel en kijk een beetje hoe wij zelf functioneren vanuit de biologie. He, want we zitten veel biologischer in elkaar dan we soms willen erkennen. En dan nemen we de apen als eerste, als naaste familie. Het is over, met name over de grotere apen, de mensapen, omdat die toch het meeste gedrag vertonen waar wij, ja, wat wij herkennen. Maar er zitten ook andere aapjes ertussen. Want als je bijvoorbeeld kijkt bij een heel klein aapgroepje in Zuid-Amerika, daar zijn het de papa's die ontzettend goed zorgen voor de jongen. Nou, dat soort gedrag vind je bij de mens, bij sommige mensen, maar bij mensapen niet. Bij binnenkomst maak je kennis met je medeaap. Meer dan 100 verschillende opgezette soorten kijken je vanuit de boomtoppen aan. De tentoonstelling richt zich vooral op het sociale gedrag. Zo kan je uitzoeken of apen en mensen op dezelfde manier een partner kiezen. En kan je door middel van een gezichtsuitdrukkingenspel ontdekken of jij Bokito wel had begrepen. Nou, je kan bijvoorbeeld kiezen uit blijdschap bij een aap en blijdschap bij een mens, dus dat kan je combineren. Maar ook pruilen, boosheid, zelfverzekerd vriendelijk, vind ik ontzettend mooi, zelfverzekerd vriendelijk. Als je die mandril ziet met die opgetrokken lippen, dan denk je die is boos. Maar dat is zelfverzekerd vriendelijk. Hij zegt gewoon tegen jou van, wees me niet bang, kom maar bij me, ik doe je niks. Daar lijk ik zelf op. Ik vind de gorilla's leuk. Doodskop aapje. Ja, ik denk het meest wel op een chimpansee gewoon. Voel jij je nou ook een beetje een aapje? Een beetje. Waarom? Nou, want ik ben nu hier ook aan het klimmen. En ik heb ook een aapmasker op gehad. Ben je benieuwd of je lijkt op een gorilla of dat je meer weg hebt van een brulaap? Tot en met 24 augustus 2008 kun je het ontdekken bij Naturalis.